Kijkers, welkom terug bij het tweede deel van In Gesprek met. Mijn tweede gast is er ook al. En die is een gast en een kandidaat uit het district Wanica. Mijn tweede gast is mevrouw Miguela Sumar Huur. En zij is kandidaat nummer 7 op de lijst van de ABOP in Wanica. Mevrouw Huur, goeiedag en welkom in Gesprek met. Goedendag, mevrouw Sifra. Hartelijk dank. Goedendag, kijkers. Hartelijk dank dat ik de gelegenheid heb om een beetje met u te babbelen. Helemaal. Ik begin. Wie is mevrouw Miguela Huur? Zo, Miguela Huur is een jonge dame van 32 jaar. Een Saramakaanse vader, Aukaanse moeder. Wonende te Dijkveld in het district Wanica. Ik heb public administration gedaan in 2014 afgestudeerd. Als major internationale betrekkingen en verder werk ik dus bij de overheid. Uh-huh. Ja, de vraag wat ik iedereen stel, wat ik vraag mij ook altijd af, mensen die standaard al werken, wat heeft jou laten interesseren in politiek? Laat ons zeggen, het is begonnen in 2010. In 2010 was ik dus jeugdparlementariër van 2010 tot 2013. Ah, vandaar ik dacht aan Missabanning. Ja, vandaar ja. Dus ik was jeugdparlementariër van Wanica. Het is daar begonnen. Ik heb dus gewoon de stap genomen om te zeggen van ik wil opkomen voor jongeren. Uh-huh. In die periode was dat het. En na 10 jaar had ik echt zoiets van... Laat mij het verder proberen. Uh-huh. Niet alleen met de focus op jongeren, alhoewel mijn hart echt naar ze uitgaat, maar ook de vrouw, om de vrouw te versterken. En bepaalde zaken die je wilt bereiken, kan je via politiek. Uh-huh. Dus vandaar dat ik mijn keuze heb gemaakt om me te bemoeien met politiek. Helemaal. En niet om de keuze te maken, je bemoeide aan, want je was jeugdparlementariër. Oké, de stap van jeugdparlementariër. En nu, waarom heb je gekozen voor ABOP? Ik denk dat je een beetje hebt gekeken, een beetje kon kijken welke vijver je kon vissen om het zodoende te zetten. Wat van de ABOP heeft je zo aangetrokken om te zeggen, weet je wat? Niet omdat ik Maron ben, maar die en die en die reden spreekt me aan. Want nu hebben we geen standaard politieke partijen meer. Nee. We hebben mixmax van alles ja, en nog inderdaad. Wat. Maar wat van de ABOP heeft jou als jonge vrouw aangetrokken? In 2015 ben ik lid geworden van de ABOP. Uh-huh. Reden waarom? Ik kan me terugvinden in hun ideologie. Vaak genoeg horen we mensen zeggen dat de ABOP geen visie heeft, ABOP heeft geen structuur, ABOP heeft geen kader. Maar wanneer je dus daar binnen bent, dan zie je dus eigenlijk het tegenovergestelde. ABOP is een partij die broeit van kader, een partij die als visie heeft om kansen te bieden voor kansarmen. Dat is een deel ervan. En ze zijn sociaal gericht en dat zijn echt dingen die mij triggeren. Het zijn dingen die me aanspreken, sociaal bewogen zijn. ABOP is een partij, je kan zeggen een ideologie, al denk je voor ABOP. We zien dat ABOP egogi nationale bevrijding naar duurzame ontwikkeling. Uh-huh. En duurzame ontwikkeling, nou een woord tussen altijd de in me. Uh-huh. Ja? Omdat ik altijd ervoor ga van iets dat je vandaag doet, doe je niet voor jezelf, maar je doet het voor de volgende generatie. Klopt. Je doet het voor metaki, animita, metaki, itadu en dat de mi, kude bakamifi. Ja, dus je doet het voor je kinderen en je kindskinderen. En duurzame ontwikkeling is precies dat waarover het gaat. Uh-huh. Om kansen te creëren voor mensen die het nu nog moeilijk hebben, dat ze een basis vormen. Niet voor zichzelf alleen, maar ook voor de generatie daarna. Vandaar dat ik heb gezegd, ik join deze movement, ABOP, uh-huh. De Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij. Helemaal. Als ik echt zo'n beetje zo naar je luister, je hebt toch gezegd jongeren en vrouwen, maar ik ga toch vragen, al indien gekozen, waaraan ga jij zelf prioriteit stellen? Ik ga op de eerste plaats prioriteit stellen aan het versterken van de vrouw. Uh-huh. Het gebeurt al, toch? Maar het kan altijd beter, vooral... Je zal het zo zeggen, maar de vrouwen die op me lijken, zal ik dat gebruiken? De vrouwen die een beetje achtergesteld zijn, vooral de alleenstaande moeders, uh-huh. Vooral degene met een kind met een beperking. Vaak genoeg praten we over de kinderen met een beperking. En ze zeggen, die groep moet nog meer naar voren getrokken worden. Dat gebeurt al, maar het kan veel beter. Maar ook de moeders, de ouders met een kind met een beperking. Vaak worden zij aan een kant gezet. En in die richting wil ik dus me ook richten. Uh-huh. Verder wil ik ook mijn aandacht vestigen op
huisvesting hier in Wanica. We zien dat dat ook uitdagend is om te komen aan een stuk perceel. Maar ook als je een stuk perceel hebt, hoe kom je aan de papieren van je perceel? Er zijn mensen die jaren wonen op een stuk perceel, uh-huh, maar toch nog niet beschikken over hun eigen grondpapieren. Uh-huh. Dus dat zijn de dingen waarvoor ik me sterk wil maken. Jongeren te motiveren. Ze zeggen niet dat de jongeren van vandaag geen oor hebben of geen aandacht hebben voor educatieve zaken. Maar als je het creatiever maakt voor ze en jeugdvriendelijker maakt, denk ik wel dat onze jongeren het verder kunnen brengen. Uh-huh. Verder kunnen schoppen. Sowieso. Ja, op educatiegebied. Ja. Ja. En hoe staat de ABOP ervoor in het Wanica-gebied? Zo, ik mag u zeggen, als ik moet kijken, ik ben elke dag op het veld. Ik ben zeg maar vanaf in april begonnen om echt in de weken te gaan. Dan mag ik zeggen dat AWOP heel sterk is in Wanica. We hebben een samenwerking met Pachaya Luhur. Uh-huh. Dus er is een samenwerking op DNA-niveau en RR-niveau. Uh-huh. En ook in... Dus dat wil zeggen dat we in Wanica geen ABAP-lijst hebben, maar we hebben een lijst van de PL. Uh-huh. En op de lijst komen er twee kandidaten van de ABAP voor. Dat is op nummer 2 meneer Stanley Bettersen, uh-huh, en nummer 7 daar staat Miguela Sumarhuur. En er wordt dus advies gegeven dat er gestemd wordt op nummer 7, Miguela Sumarhuur, zodat wij veel meer kans hebben om de zetels te halen in Wanica. Sowieso. Yes, dus die samenwerking is niet, is niet iets dat we gedaan, ondoordacht hebben gedaan. Uh-huh. We gaan voor de maximale winst en daarvoor is die samenwerking er eigenlijk. Uh-huh. Vorige verkiezing had de ABOP, als ik me niet vergis, 5 zetels? Of was die meer? 5 of 6? 5 zetels. En hoe, als jullie zo voelen, jullie weten wat de afgelopen 5 jaar is gebeurd, jullie hebben een beetje gevoeld, jullie weten pas Queen Strasma. Ja. Om een globaal zicht te kunnen geven, wat denk je dat de winst zou worden? We gaan voor 10 plus. Wauw. Daarvoor gaat ABOP. Ja. 10 plus. Men positief. Zegt, think big or go home. Big. En daarvoor gaan we. Helemaal. Yes. En oké, ik luister jij de manier waarop je echt zo praat over de ABOP. Maar het zijn enkele van de beleidsinzichten van de ABOP. Want je hebt, is net wat je zei, mensen vinden ABOP heeft geen kader. ABOP heeft, snap je? Wat zijn bepaalde van de beleidsinzichten van je partij waar je denkt van mensen weten dit nog niet en dit moeten ze weten van mijn partij? Zo, vaak genoeg praten we over kans bieden aan kansarmen. Dat is een van de... Ik wil dat opnieuw doen. Ja, de belangrijke beleidsinzichten van de partij is om kansen te bieden aan kansarmen. Werkgelegenheid creëren voor een ieder. We willen ons focussen op de toerisme sector, uh-huh, waar we usatak dapena we go to. Uh-huh. We look a go to fusrana nomoma. Ulai waardevol zijn. En toerisme sector is ook een van onze speerpunten. Sociaal, op sociaal gebied willen wij op sociaal gebied willen wij ervoor zorgen dat ieder het beter heeft hier in Suriname. Uh-huh. Dat zijn enkele van de punten waar ABOP zich sterk voor zal maken. Uh-huh. Oké, als ik naar het verschil kijk, men zegt nu ook Wanica is bijna tweede Paramaribo geworden. Denk jij toch dat Wanica bepaalde dingen mist die Paramaribo toch groter maakt? Want jij woont in het district. Ja. Denk jij dat er toch nog veel meer aandacht besteed wordt aan Paramaribo? Kijk, jij bent niet van het binnenland, dus je kan jou niet vragen, is er een achterstand daar? Maar jij zegt, je bent geweest in het veld. Wat zijn de noden die je allemaal zo wel een beetje hebt gehoord? Behalve de standaard, ik heb geen huis en sociale, maar waarvan jij dacht van, oké, dit wist ik niet. Wat ik heb gemerkt in Wanica, is dat er in vele gebieden geen water is. De mensen hebben geen water. En zoals je denkt, Wanica naar foto. Serieus? Maar toch merk je dat er nog steeds gebieden zijn waar men geen water heeft. Geen watervoorziening. Okay. Ja, dus dat zijn een van die dingen die ik echt dacht van, wat? Hier in Wanica? Je denkt, Wanica naar foto idee. En toch heb je mensen die struggelen met dat gedeelte, dus water. Wat je ook merkt, is de onderwijs. In Wanica, je hebt nog steeds scholen die echt in een staat zijn en je denkt bij jezelf van, volgen er echt jongeren hier les, onze eigen schoolgaande? Serieus? Volgen ze hier les? Als u ziet
hoe scholen eruit zien. Dus daar zelf wil ABOP zich sterk voor maken. Onderwijs, huisvesting, u wilt niet geloven hoe erg het is in Wanica. Hoe mensen, soms 10 tot 15 mensen in één, want Chifokanti zal ik het zo noemen, in Wanica. Dus voor ons aan de voedoe, maar ABOP moest weer een mandaat voor de bevolking. Dat we kan zitten, we gaan eraan werken. Sowieso. Een vraag die ik ook stel, ABOP heeft ook eens regeermacht gehad. Als jij terugkijkt, vind jij dat toen zij regeermacht hebben, dat zij goed werk hebben verricht? Zonder meer. ABOP heeft een hele goede beurt gemaakt in 2010 tot 2015. Waarbij wij ervoor hebben gezorgd dat vooral het binnenland omsloten werd. We hebben ervoor gezorgd dat men kan bellen in het binnenland. Uh-huh. Dat was er niet. ABOP deed ook, zorgde ervoor dat er vluchten waren vanuit Zorg en Hoop naar de verre dorpen, zeg maar. Uh-huh. Naar de verre dorpen. Dat is helemaal weggevallen. Dus dat stukje moeten de mensen zelf ervoor zorgen en kijken hoe ze het zelf bekostigen. Terwijl de ABOP ervoor had gezorgd om het op een goedkoper bedrag kon men vliegen naar hun dorpen. Uh-huh. Dat heeft ABOP ook gedaan. De ABOP heeft Nationaal Vervoersbedrijf heeft de ABOP ook helpen oprichten. Dat bedrijf hebben zij helpen oprichten. Dus dat zijn de dingen die ABOP zo'n beetje heeft kunnen doen in hun periode. Uh-huh. En nog veel meer. Ja, sowieso. En als ik echt zo naar je luister, daar zijn niet voor een tweede termijn zijn gekozen, ondanks ze ook weer 5 zetels hadden. Denk je dat ze al die ideeën die de ABOP had, hadden, ook dachten van, weet je wat, ze zijn er toch niet, dus het hoeft niet. Krijgen jullie dat gevoel? Nee, we hebben wel gemerkt dat men gewerkt heeft met een aantal ideeën van de ABOP, een aantal voorwerk dat ABOP had gedaan. De digitale tv komt ook van de ABOP. En we zien dat ze eraan hebben gewerkt. Maar er zijn ook een aantal dingen waar je echt merkt van, dit zou verder uitgebouwd moeten worden. Sociale woningen, daar heeft ABOP ook een bijdrage aan geleverd. Dus dat idee dat wij hadden, men heeft er mee gewerkt, maar het is niet tot volle uiting gekomen voor de totale gemeenschap. Uh-huh. En wij gaan dus daarvoor. Oké. En ja, de question of the day. Waarom zou men, want je zegt er is stemadvies gegeven, nummer 7. Waarom zou men op Miguela Huur moeten stemmen in Wanica? Zoals u gaat voor jong energie, als u gaat voor de denken in termen van de next generation, als u gaat voor integere leiderschap, als u gaat voor women empowerment, als u gaat voor empowerment van onze jongeren, dan zeg ik stem op Miguela Sumar Huur. Ze staat dus op nummer 7 op de lijst van Percaya Luhur namens de ABOP in Wanica. You must de akenki sa yuanshi. En I begin op 25 mei. Wie leki sranamang kan bepaal a richting sa wikondre musgo. Nanga a leiderschap voor wikondre. Dus mi ekaru nu op. U potu vertrouwen tap wa integere leider. Meki wichari kenki kong na in Suriname. Nanga herstel. Het gaat beter met Suriname. Dat weet ik zeker. May God bless you en may God bless Suriname. Helemaal. Ja, kijkers, u heeft het zelfs gehoord. Je hoeft bijna, wanneer de kandidaten zo zeggen waarom men op ze zou moeten stemmen, heb je helemaal geen vragen meer te stellen. Maar mevrouw Huur, hierbij kan ik alleen maar zeggen heel veel succes. Dank u wel. Vooral volgende week. U heeft nog sowieso deze week nog om veel propaganda te maken. Maar u heeft één platform gehad. En wij van ATV wensen u en de ABOP heel veel succes toe komende week. Hartelijk dank mevrouw Shifra voor deze gelegenheid. Graag gedaan. Helemaal. Kijkers, we hebben nog een deel, want het is nog steeds, we zijn op de politieke tour. Gaat u niet weg, wij zijn zo weer terug met een derde deel. Tot zo.